Dylan woont nu een jaar of 8 hier binnen Estinia. En wij komen 2 tot 3 keer in de week komen bij hem op bezoek. Om lekker te gaan wandelen of gewoon lekker in bij hem te zitten. Ja, we zijn hier op Slaapdrift 3739. Ja, de locatie waar ik werk als persoonlijk begeleider. De bewoners hier die halen wij 's morgens uit bed en 's avonds weer naar bed. Het eten, drinken, alles wat erbij. Of we gaan een stukje wandelen. Als het een beetje mooi weer is, naar de beweegtuin hierachter. Wij koken zelf. Ook de menulijst wat gemaakt. Ook voor de cliënten die niet zelf eten. Maar wel daardoor wel gewoon de momenten kunnen meegenieten wie er dan zijn. Het zijn van de geuren, het is van de geluiden. Dat brengt gewoon extra toevoeging. Ja, dat je met open armen hier ontvangen wordt en alles waar je hulp bij nodig hebt, dat je daar ook hulp voor krijgt. Je moet als ouders zijn wel een goed gevoel hebben, wil je je kind ergens achterlaten. Dat hij hier wel op een hele juiste plek is. En alles is mogelijk hier, je kunt alles overleggen met de begeleiders of met alle andere mensen. Dus schroom niet en kom, je kunt ook zo een keer een afspraak maken om te komen kijken.